Dag Jan, doe dat gekke ding af, joh. Hallo. Doe dat ding af. Ja, mag het perron al, hoor. Ja, ja. Hallo, ik ben aangekomen hier. Ja, op het perron mag je hem al afdoen. Oh, kijk, wat denk je? Oh, hier staat hij. Ja. Wat is een bootje aangevaren? Het waait! Oh, het start. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is 16 minuten over 11 en we leven op zondag 28 juni. Onze Jan van Dam is onderweg en die kan omstreeks 12 uur hier op station wezen. En we gaan hem gezellig ophalen. En jullie gaan natuurlijk mee. Ik moet toch straks met Rijka lopen, ja toch? En ik vertrek op tijd, want anders red ik het met lopen niet. Nee, ik doe daar langzamer over dan met de scootmobiel. Met de scootmobiel ben ik er binnen met 6-7 minuten ben ik daar. Nog niet eens, geloof ik. Ik heb het nog nooit niet in de gaten gehouden. Eeuwen, geen nageltjes scherpen op mijn bank. Ik heb nog nooit niet de tijd in de gaten gehouden als ik met de booster wegging. En dan moet je niet rekenen van uit huis weggaan. En nee, je moet rekenen wanneer jij met de booster start. Dus booster uit de schuur halen, alles op slot. Je gaat de shit op de booster en dan ga je gas geven. Vanaf dat punt moet je eigenlijk rekenen. Nou, lopend kan je wel vanaf uit huis rekenen. En de zondag start je direct. Maar ik merk dat mijn bril niet goed schoon is. Maar ja, zal ik zo even poetsen? De dames in kwestie, die zijn ook bezig met poetsen. Hè? Kijk, likjes van Eeuwen, oh wat lief. Ja, ze kunnen heel goed met elkaar, maar ook weer niet. Haat- en liefdeverhouding. Maar ja, het is wel leuk. Rijka weet wat ze eraan heeft en wat ze doen en niet doen mag veranderen. Spelen, dat wil ze niet meer. Nee, maar wassen en likken en liefkozen, dat mag. Totdat ze er ook natuurlijk genoeg van heeft. Maar ja, dat hebben wij als mensen zijn dan ook. We vinden het ook wel eens meer dan zat. Ja, maar oké, wij gaan natuurlijk vandaag genieten met Jan van Dam en we zullen het beleven hoe we dit weer gaan doen vanzelf. We gaan mijn verjaardag eventjes dunnetjes overvieren met z'n tweeën, want ik weet ook niet of ik meer visite krijg. Nee, er is mij niks toegezegd van we komen of wat dan ook. Nee, dus dat gebeurt niet. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Het is prachtig mooi weer, maar het waait wel als een raket. Maar echt koud is het ook niet. Ik weet niet eens niet hoe warm het in huis is. Even de toon. Het is 25 graden. En buiten is het 16 graden. Dus buiten is het niet al te warm. Dus ik... Omdat een jas nylon gevoerd is en als je dat op je blote armen hebt, gaat dat behoorlijk zweten. Je kunt beter warm hebben dan dat je gaat zweten. Doe ik mijn dunne jasje eronder. En ja, ik kan ook mijn vest aandoen en mijn jasje eroverheen. Maar dan denk ik toch weer dat het weer te koud gaat worden. Ik denk dat ik die aandoe en dan mijn korte jack aan. Ja, ik denk dat ik dat doe. En jullie gaan natuurlijk gezellig met ons mee. Ja, en bij het station, ja, dan vlog ik natuurlijk wanneer Jan eraan gelopen komt, hè. Dat is leuk, ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot straks, hè. Ik zou zeggen, tot dan. Nou, daar zitten we dan op het station te wachten totdat de trein arriveert waar Jan in zit. Rijka loopt hier te struinen achter mij. Hé, Rijka.
Rijka. Dat is mooi shit. Goed zo. Nou ja, het is wachten, hè. Totdat de trein arriveert en dan zullen we het weer beleven. Ze zeggen tot zometeen maar weer. En zoals jullie zien, komt daar een trein aan. Zou hij daarin zitten? Nou, ik neem aan van wel. Enkeltje, ik zal zo af en toe ook naar de grond toe richten, desnoods naar Rijka. Want ja, niet iedereen mag ik erop nemen, hè? Nee, dat mag niet. Ja, voetjes. Voetjes mag ik erop zetten. Nou. En toen stond hij stil, dan gaan de deuren al open. De eerste deuren, de eerste mensen komen eraan. Het is ook geen gezicht, hè. Al die gekke mondkapjes van gelijk afgedaan. Het is lachen. Nou, ik doe hem naar beneden. Hé, Rijka. Ja, nou. Rijka. Ja, de eerste voetjes. En we zitten te kijken en te doen. Of die lange er al aankomt. Ik zie nog niks verschijnen qua die lange. Onze Janneman. Ja, ik zie geloof ik wat. Ja, doe dat monddoekje af, gek. Monddoekje mag al af, hoor. Ja, dat monddoekje nog om. Hij heeft dat monddoekje nog om. Geen gezicht. Dag Jan, doe dat gekke ding af, joh. Hallo. Doe dat ding af. Ja, dat mag het perron al, hoor. Ja, ja. Hallo, ik ben aangekomen hier. Ja, op het perron mag je hem al afdoen. Ja, kijk, wat denk je? Oh, is dat? Ja. Dan zeg ik, op perron, ja, zodra je op het perron stopt, mag je hem afdoen. Want dan zit je niet meer in de trein. Kom eens. Kijk. Daar weet het al. Zo, het is je zo, het is geen hij. Zijn je? Ja, waar is dit? Ja. Ja, we gaan zo meteen weer. En hoe was de reis? Goed hoor. Ja. Mooi. Ja. Maar is het niet beter als je dat onder je bril doordoet? Nou beslaat je bril, hè? Ja. Als je bril even afdoet, dan omdoet en dan je bril er overheen zet. Over dan, het nog. Ja. Dan is het beter. Voor je beslagen bril is het beter. Dan beslaat je bril niet meer. Karin en Roderick die hebben het uitgeprobeerd allemaal. Ja, ik moest ook even. Dat. Ja, nou, het is omdoen en ja, dan onder je bril. Ik heb nog een zwart in de doek vanavond. Oké. In de bas of zo. Ja. Nou, ik zou zeggen, we gaan. Ja, die kan in mijn mandje. Ja. Ja. Hé, nou, kom maar, schat. Kom eens. Oh. Hé, ja. Nou, lieve vrienden, Jan die is gearriveerd en wij gaan weer onze wandeling doen richting huis. Maar dan is het eventjes een andere route dan Jan gewend is, omdat Rijka nog het een en het ander doen moet. Hé, joh. Ze is nieuwsgierig, van wat doet hij allemaal? Ja. Nou, ja, we zeggen tot zo meteen thuis. Zoals jullie zien, we zitten weer lekker aan de eettafel. Ja. Hé, man? Ik ben ook gearriveerd. Ja, dat na drie uur reistijd ging om 8:55 mijn deur uit. Ik heb eerst nog de vuilnis in de ondergrondcontainer gedaan. Toen ben ik rustig gelopen naar de bushalte. Nou, er stap ook nog eentje in, maar er moest weer zijn. Scannen, dus ja. Er wordt geen kaartje meer verkocht, dus
Allemaal met mondkapjes. Ja. Waar maar 3 man in de bus met, ja, en de buschauffeur erbij. Ja, uiteraard. En die er ook heen om? Die niet. Oh. Nee, we mochten wel overal zitten in de bus. Ja. De trein was aangegeven met groene stickers. Ja. Nou, ik had rustig overstap in Almere Centrum. Ging ook goed. Ik heb een bakje koffie genomen. Doe je goed. Dus ja, dan ben ik gearriveerd in Helder. Ja, en toen stonden wij daar met de camera. Dat was hartstikke leuk. Ja, dus is het anders. Ja. Hè? Nou, en Kandalf die is binnen. En Rijka die is steeds een donderjager met een van de 2 poezenbeestjes. Dus, maar het komt allemaal goed. Wij gaan naar de koffie en gebak wat in de koelkast staat. En daar is deze doos. Bio. Lekker, lekker. Ja, ja. Gewoon heel erg lekker allemaal. Ik had nog een cadeautje voor jou mee. En ik heb nog een cadeautje, ja. Ik heb nog een cadeautje. Voor jou. Allemaal ballonnetjes van chocola. Ja. Helemaal leuk. Ja, ook heb ik nog nooit eerder gezien. Ook namens Siebold de winkelier. Ook namens Siebold de winkelier. Nou, ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Nee, dat is het. Nee. Jullie? Voor ik jou, niet. Voor jou gefeliciteerd. Ik heb nog nooit niet chocolade ballonnetjes gezien. Ja. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Ja, daarom. Ik zal zo meteen kijken. Ja. Maar oké, ik ga nu afsluiten. Ja. Hé, Rijka? Ja. Die wil naar buiten, maar ze kan lekker niet naar buiten. Ze krijgt eerst om wat te drinken en te eten. Want dat eten van gisteren heeft u laten staan. Oh, ja. Dus dat kan weer weg. Ja. Ja. Zomers gooi ik dat allemaal weg. Zwinters blijft het goed, zomers weer niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, zoals jullie weten, is Jan vandaan bij mij. Gezellig. Ja. Helemaal top. We hebben het fijn. Ja. Hij heeft zijn cap al op. Ja. Ik doe hem niet op. Nu is het niet nodig. Maar, we gaan lekker aan de wandel. Rijka gaat mee. We gaan ook even naar de dijk. En jullie gaan ook mee. Ja. Ja, helemaal gezellig. Toch? Dus ik zou zeggen, we gaan jullie inladen in de tas. Ik ga mijn jas aandoen. Ik denk dat ik mijn vest aandoe en dan dit jasje, want de winterjas is toch wel nog te warm. Mijn jak die ik vanochtend aan had, die is voor de nacht goed, maar voor overdag is het te warm. Dus ik zeg het tot straks boven op de dijk. Tot dan, doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn op de dijk aanbeland. Dat ik laat dat jullie even meemaken. Er is een bootje aangevaren. Oh, het stort. Leuk gezellig. Mijn zonnebril weer even naar beneden. Een aantal meters op. Wat is dat voor een bootje? Lijkt de kustwacht wel. Ik zie het zo niet. Genieters op de dijk. Ja, die komt ook net binnen. De Texel. Ja, maar die ligt daar stil, Jan. Daar staat Jan. En die kan er wat van. En de Texelse boot komt daar net binnen gevaren. En ik zie het kerkje weer van Den Burg. Hondje. Hallo. Dus ja. Het is altijd weer iets anders, hè. De zee is nooit niet hetzelfde. Als je iedere dag erheen gaat, zie je iedere dag weer wat anders. En ik hoor een vliegtuig. Een sportvliegtuigje. Dan gaan we weer verder met onze wandeling. En
en we zullen wel beleven. Misschien even door de stad, want daar hebben we ook nog wat nieuws. Dat heb je nog niet gezien. Dus ja, we laten even het nieuwe aan Jan zien. Ze zeggen tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis zoals jullie zien. Helemaal ja, rood van de... Ja, waar ben ik? Ik vind mezelf rood, ja. Ben ik rood? Van het lopen en voor de warmte, ja. En Rijker ligt... Oh nee, die ligt niet, die is bezig. De schoonte poetsen. Ja, maar hij zit ook niet zoals het wezen moet. Maar kan niet boeien. Nee hoor. Jullie zullen wel zeggen, boeit niet, want het zit goed. Maar oké, ja, ik ben een beetje bezweet. Slaap lekker onder de douche. Douche. Ja. Nee, dat doe ik mijn haar niet. Dat moet droog blijven, want anders duurt het mij te lang voordat het wel droog is. Ja, dat moet ik overdag doen. Ja. Simpel, want anders kan ik niet... ik ga niet met een natte kop met het haar naar bed. Daar heb ik een hekel aan. Jij dan? Ik ook niet. Nee, ja? Ook niet. Nee, eerst je haartjes gedaan hebben voordat je... En dat moet droog zijn voordat je je bed ingaat. Ja. Maar jeetje, het is even goed nog warm, ondanks die hele harde... Oh, maar Gerrit! Waar gaat gij naartoe? Waar gaat gij naartoe? Vertel! Nee, doe je het niet? Nou dan niet. Laat je toch? Hij vertelt niet eens waar hij naartoe moet. Oh. Nou ja. Nee, je remt eraf voor... Ja, voor die heuvels. Nee. Die heuveltjes die daar zijn. Maar in ieder geval doet er ook niet toe. We hebben lekker gewandeld. Wij hebben lekker gewandeld. Nieuwe dingen laten zien. Nou ja, die nieuwe gebouwen laten zien, hè, waar ze mee bezig zijn, hier, zoals Dijkzicht. Nou, die weten jullie al, heb ik hem laten zien. Nou, dan aan het begin van de Spoorstraat, waar ik af en toe is laten zien. Nou ja, dat is tot zover klaar. Ze zijn dan met onder de grond bezig, die wc's, dingen door verbinden, alles doorverbinden wat doorverbonden moet worden. Internet, telefonie, etc. Voordat ze daar ook kunnen gaan betegelen. Ja. Nou ga ik een bakje koffie klaarmaken. Lekker. En dan zullen we weer verder zien wat de dag verder ontbrengen gaat. Ja. Ook zal het straks gegeten moeten worden. Ook daar heb ik op gerekend. Ik heb lekker eten met een gebakken eitje erbij. Lekker. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks en geniet verder van jullie dag. Doei! Doei. Is het lekker? Ja, hè? Leuk. Ja. Maar dat kan ze wel. Te hip, hè? Ja, lekker, meisje. Ze kent wel te hip, hè? Potverdikkie, hè? Oeh. Ze weet het wel. Ja, ze is niet gek. Te hip, hè? Heb je wel twee nog? Goed zo, meisje. Zo, nog eens een. Goed zo. Leuk. Goed zo, kind. Ja. Hé? Leuk, hè? Ja. Ja, voor mij weer aan. De poot weer. De poot weer aan. Ik weet niet wat de poot is. De ene poot, de andere poot. Hé? Hier. Kijk, met de poot erbij. Niet spelen met Jan, hè? Ja, leuk is dat, hè? Uiteraard, hè? Van die kleine tuintjes en zo. Nou, zij kan jouw pijn doen, hoor. Kan ze afbreken misschien? Nee, hoor. Van reuze mee. Ze heeft de melkjes niet meer. Ze heeft al lang, daar is al lang al klaar mee. Die heb ik op... ik weet het te vinden. Die heb ik opgespaard. Oh. Ja. Oh, ik heb iets harder... Dus kunnen harde blokjes ook weer eten. Dus. Dat kunnen ze allemaal eten, maar ze heeft er niet altijd zin in. Nee. Ja, pak.
zo. Wat piept die deur lekker, hè, van ja. Mij. Ja, dat heet wanneer die op het haakje staat. Zo. Maar een meid. Ja. Helemaal meisje, hè? Ja. Poefie. Ja. Ligt er weer bij. Ja. Hoe laat leven we? 18:20, dat ja. Is. Je moet de trein van 7:30 hebben? Ja, dan ga ik 7:45 gaan. Okay. Ik heb 11:00 thuis. Mooie tijd. Ja, zo is dat. Ik kom morgen niet te werk, hè? Morgenmiddag wel huishoudelijke zorg. Oké. Dus daarom. Ja, vanwege coronatijd heb ik ook andere werktijden. Ja. Dinsdag is de hele dag. Ja, woensdag is de hele dag. Ja. Woensdag is 2:30. Vrijdag is 4:15. Ja. En dan heb ik wel 4:05 meestal. Dan moet je in groepen dan weer vertrokken. Je mag niet met z'n allen tegelijk, dat mag niet. Je moet ruimte. Ja. Afstand houden, handen wassen. Ja. De looproute. Ja. Het is wel gezegd. En net zoals in de winkel. En de pauze, ja, op het werk ook. De pauze is dus 2 keer. Ze even. Houdt jouw hand ook nog vast. Ja, weet je. Ik voel ze wel. Ja, en toch heeft Karin zijn pas bijgeknipt. Ja. En dus. Maar oké, lieve vrienden. Als we gaan weer bij tijd weg, want ik heb zin om Jan weer op weg te brengen. Lekker gezellig samen met Rijka. Ja, komt helemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei.